Welkom terug bij de RVU. U kunt nu kijken naar Het Meer der Herinnering. Een verslag van een tocht van de schrijver Rudy Kausbroek door het landschap van zijn kinderjaren in Noord-Sumatra, waar hij in 1929 werd geboren. Een reis waarbij herinneringen worden gespiegeld tegen de toenmalige koloniale verhoudingen. Een tocht door zijn geboorteland dat Rudy Kausbroek moest verlaten toen hij 17 was. Noodgedwongen. Herinneren is zin geven aan gebeurtenissen. Ze bekleden met betekenis. Niets is fundamenteler dan dat. Hoe mensen hun belevenissen aan zichzelf voorstellen en voor zichzelf verklaren. Luisteraars over de hele wereld. Je hebt de Nederlandse Batavia al 15,48 meter met een dagelijks kort nieuws uit Nederland-Indië. Toen wij maandagmiddag op het kantoor van Aneta dringend door Amsterdam werden opgebeld en ook dringend waarin de tweede tijding was gebeld. In die tijd, in de namiddag. Ik herinner me open auto's en planters in witte pakken. Ik herinner me bruine rivieren en zilveren spoorbruggen. Ik herinner me roodbruine daken tussen de vruchtbomen. Ik herinner me dat ik voor het eerst rujak proefde bij de bediende. Ik herinner me hoe ik over de bielzen van de spoorbrug over de assen holde. Ik herinner me hoe mijn moeder alle kippen in het kippenhok bij naam kende en hoe zij de haan kon laten doodliggen op bevel. Ik herinner me hoe ons varken Jan tegen de voeten van mijn vader schurkte terwijl hij de Sumatra Post zat te lezen. Ik herinner me hoe het er in Indië uitzag toen alles nog heel was. Alleen een enkeling kan het. De wereld zien zoals je haar je later zult herinneren. Het decor waar je niet naar keek. Een stad, een landschap, een interieur, een kunstwerk. Je hebt het duidelijkst gezien toen je er niet bewust naar keek. Het heeft zich in je geheugen gegrift terwijl je bezig was met iets anders. De reden dat het komt bovendrijven is meestal zelf al marginaal. Een geur, een bepaalde hoedanigheid van het licht, geluiden, de dingen waar je niet op gelet hebt. En opeens gebeurt het. De ongevraagde restitutie van het verleden. De terugkeer in de tijd toen alles nog was zoals het was. Het verlangen dat over je komt bij het zien van die verdwenen wereld is niet naar die wereld zelf, maar naar iets anders. Naar hoe je toen was. Hoe je je toen voelde. Dat is wat je terug wilt hebben. De dierbaarste herinneringen die zijn aan dat houten huis waar we denk een half jaar gewoond hebben, ik weet niet zeker. Maar dat vond ik het prachtigste en het mooiste en het meest dierbare romantische huis dat ik me herinner. Daarna zijn we naar afdeling 5 gegaan, waar mijn vader toen de Gabon ontgonnen had, oerwoud, waterkappen en
verbrand. En dat huis stond dus in een totale open vlakte tegen de bosrand aan. Daar hoorde je 's morgens en 's avonds de apen. En we vonden wel tijgersporen in het zand rond het huis. En die heeft ook een keer een van onze honden opgegeten, die tijger. En dat huis daar hebben we, nou, een jaar of 6 gewoond, zeker 7. Maar dat is er nu dus niet meer. Waarom ben je zo geïnteresseerd in die huizen? Ja, dat heeft iets te maken met het feit in één klap je hele jeugd kwijt te zijn. Hè? Naar Holland gestuurd, waar ik niets kende. En dus het is alsof een hele periode van je leven, en dan wel de tederste, namelijk je kinderjaren, alsof je die ineens zijn afgenomen. Je vindt ze niet meer terug. Het bestaat wel in de herinnering, maar er is niets dat die herinnering op gang brengt. De geuren die mijn kinderjaren terugbrengen, die zijn in Holland niet. En het licht is er anders en het zand is er anders en de regen is er anders en het gras is er anders. Maar op een goed moment boelt er zich toch iets los en dan merk je dat je herinneringen aan je jeugd een soort karakter van realiteit verloren hebben. En dan kom je ertoe om dat terug te gaan zoeken. Hoe herinner jij je moeder? Ja, sportief. Kort geknipt haar. En altijd bezig dingen te oezen. Ik moet zeggen dat ze... zij behoorde niet tot het vervelende type Europese vrouw in Indië. En wat deed ze zo de hele dag? Zich met dieren bezighouden veel. En bezoek afleggen, tennissen. Wat voor rol speelde Babin in jouw leven? Nou, die van moeder in veel opzichten natuurlijk. En ik noemde haar Boe, en dat kan ook een afkorting zijn van Ibu. En Ibu betekent moeder. Daar werd ik door gebaat en aangekleed en uitgekleed en gekoesterd. En het is wat ik probeerde te beschrijven als de onschuld van zo'n relatie, van de liefde die je van Indonesiërs ondervond. Dat je nog in alle ernst kon denken dat dat die mensen ons geen enkel verwijt maakten. En je wist niet dat er ook afschuwelijke dingen bestonden. Dat lag buiten je horizon. Dus je gaf je over aan zo'n gevoel. Dat het een heel flatterend gevoel was. Want je werd behandeld als iets heel bijzonders. Het blanke jongetje. De krachtigste emoties zijn verbonden aan de onbereikbaarheid van de eigen herinneringen uit de kinderjaren. Je wil ervan verlost worden, maar je wil ze ook terug, intact en ongeschonden. Het is alsof je iets bijzonders hebt meegemaakt, maar je hebt niet goed opgelet. Je was als bedwelmd, niet goed wijs, zorgeloos, slordig. Wie heeft ook weer gezegd, jeugd is iets prachtigs, alleen jammer dat het aan kinderen wordt verspild. Waarom zijn jeugdherinneringen zo geladen met emotie? Soms, als een tipje van de sluier wordt opgelicht,
wordt het donker voor mijn ogen. En ik beef, als was ik een vreselijk geheim op het spoor. Jouw vader, wat was dat voor iemand? Ja, daar was ik heel erg dol op. En dat was een, ja, heel belezen en oorspronkelijke man die ons heel goed met kinderen om kon gaan en zo. Dat was echt schat van me. Wat zijn je herinneringen aan hem hier op de plantage? Ja, in de auto zitten naast hem met mijn hand op zijn knie. En zet de neus van die auto voor ons uit. En, of in het donker met koplampen aan. Was jouw vader een typische delikante? Nee, absoluut niet. Nee, hij was als een... als een verklede prins tussen al die bruten. Toch moet hij zich hebben kunnen handhaven. Want de maatschappij die stelde het niet op prijs als iemand belezen of dichterlijk was. Die wilde resultaten zien en die verkreeg hij dus blijkbaar op een of andere manier. Maar ik denk, hij was geliefd. Voor zover ik dat kan beoordelen. Zeker niet gevreesd. Maar hij wist zich in dat gezelschap toch vrij behoorlijk te handhaven. Waarom was jouw vader zo anders dan die andere planters? Ja, ik had aan de meeste mensen het land. En aan hem niet. En wat was dat dan? Waarom hij zo graag mocht? Ja, dat hij zo lief was en zoveel wist. En zo prachtig om te vertellen en spreken. En dat hij van me hield. Het speciale van Indische jeugdherinneringen is dat ze herzien moeten worden bij het bereiken van de jaren des onderscheids. Niet iedereen wil dat, maar dat betekent dat je je af moet sluiten voor steeds meer evidenties. Je moet besluiten bepaalde boeken niet te lezen of niet te geloven. Tot zelfs eigen herinneringen moeten worden verloochend, omdat die maar al te goed in het ontluisterende beeld blijken te passen. Er zijn mensen die daarmee kunnen leven, maar ik niet. Ik kreeg natuurlijk ten eerste alleen maar, of voornamelijk, de coulis op de Cabon te zien waar mijn vader werkte. En dat was een zachtaardig mens. Mijn vader heeft ook nog een staking gehad of zoiets. Beroerde tijden wat dat betreft waren wel een beetje voorbij. De mishandeling moet nog wel voorgekomen zijn, maar daar hoorde je als kind niet van. Wel dat dat vroeger allemaal veel erger was. Een boek als De Miljoenen uit Delhi van de Brand, dat hoorde je noemen, dat boek. En ik heb het, zei het pas na de oorlog ook gezien, gelezen. En dan, daar staan de meest schrikbarende beschrijvingen in van hoe assistenten
het werkvolk wandelde, ranselde en straffen gaf. Variërend van in een mierenhoop moeten zitten. En geslachtsdelen van vrouwen, dan speciaal met sambal inwrijven en dergelijke dingen meer. Ja, toen kwam dat Remref-rapport aan het licht. Maar ja, het ligt mij niet om een opsomming van de breedheden te gaan geven die er in dat Remref-rapport zijn. Maar die overtreffen je stoutste verwachtingen. Dat is niet denkbaar. En als je daarnaast legt het boek van Klooster, bijvoorbeeld De Aarde van Delhi, waarin het allemaal van die openhartige, goede Hollandse jongens zijn met een wijde blik en nooit te beroerd om te helpen en zelfs als voetvrouw op te treden. En je leest dan in het Remref-rapport dat een assistent een zwangere vrouw zo tegen haar buik had geschopt dat een paar dagen later een dood kind ter wereld kwam met een ingedeukte schedel. Dan zie je wat voor een kloof er gaapt tussen de officiële versie die van de dingen gegeven werd en hoe het in werkelijkheid toeging. En het feit dat ik me daarin ben gaan verdiepen is dat ik het gevoel had dat je de waarheid moest weten. Je niet tevreden stellen met een of ander zoetelijk verhaal, maar ik wilde weten hoe het nou echt was. En dan kom je al zonder er veel moeite voor te hoeven doen, kom je op het spoor van de verschrikkelijkste dingen die door de meeste mensen blijkbaar verdrongen worden of die afspraak met elkaar hebben, die functie van schijnheiligheid, van ik weet van jou dat je niet deugt en jij weet van mij dat je niet deugt, maar we doen alle twee net of dat niet zo is. Het is onfatsoen bij afspraak. Kerja itu naik tangga, ya. banyak yang celaka, ya. Kadang jatuh dari atas, ya, ya, ya. Kadang patah apa itu tangganya. Ya. Sekarang kan mana gede, ya. Jadi ya. Sekarang kan nggak apa-apa. Ya, ya, ya. 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 Itu jaga keamanan. Ya, ya. Ya saya lihat itu. Karena kita orang kontrol itu apa perintahnya, ya. Kan itu saja. Ya. Perintah dari dari mandor. Pak, besok kamu kerja ini. Ya. Kalau kita sudah kita kerjakan. Ternyata kalau kita kerja itu enggak salah. Dengan mandor itu pun enggak mau mukul. Tapi kalau kita punya diperintah sama mandor suruh kerja ini. Tapi waktu itu mandornya pergi kita duduk terus. Mandor itu datang pun kita masih duduk. Ternyata mandor itu tentu marah. Kenapa kamu duduk saja? Kan tentunya kita salah. Ya kan? Apa Bapak waktu itu takut orang Belanda apa tidak? Memang peraturan orang itu dulu, asal datang Belanda, kalau pemilik kita naik kereta angin, ya, mesti kita hormat turun. Yeah. Pakai topi tentu dibuka dulu, ya. Itulah peraturan dulu. Kalau enggak ya, tentunya dia marah. Kenapa kamu enggak hormat sama saya? Hukumnya cuma awas, jangan sekali lagi ya. Kalau bandar tentunya tahu sendiri dulu. Pukullah sama mandor satu. Tapi kalau kita nggak bandel nggak apa-apa. Thank you.
Ik herinner me het ruisen van de rivier de Bachbollen achter het internaat. Ik herinner me de knieholte van THD, 's morgens voor het ontbijt in de binnentuin. Ik herinner me het litteken op het gezicht van de bediende in de eetzaal, Jason. Hij was het die wel eens heimelijk mijn eten weggooide als ik aan de teuktafel zat. Ik herinner me dat ik in Prastagi zelfmoord wilde plegen met de giftige vloeistof van de bekerplant. Ik herinner me dat we na de Duitse inval in Nederland op het internaat geen sokken meer aan mochten en geen beleg meer op ons bord kregen. Toen ik hier kwam, was ik 5. De jongste van de school en ieders lieveling. Maar dat heeft niet lang geduurd. Op een goed moment sloeg dat om. Nu was het regime in het algemeen streng. Ik was niet de enige die geslagen werd. Maar op een of andere manier was ik een vierkant paaltje in een rond gat. En hoe hard je er ook op timmerde, dat paste niet op een of andere manier. Waarom moest je eigenlijk naar een internaat? Omdat er geen school in de buurt was van de plantage waar mijn vader werkte. Ik kon niet met andere kinderen omgaan. Ja, daar had ik. En met volwassenen eigenlijk ook moeilijk. Er was hier één surveillante, juffrouw Minus. En die was lief. Die kwam me wel eens toedekken. En daar was ik ontzettend op gesteld. Maar de andere mensen, ja, die hadden geen hart. Ik weet niet hoe je dat beschrijven moet. En ik durf het nou te zeggen, maar ik miste de baboe zo. Bij mijn ouders natuurlijk ook. Ik kreeg zakdoeken mee, die lagen in zo'n kastje allemaal bovenop elkaar. En er was er één bij die van mijn vader was geweest en die rook naar mijn vader. En ik wist het altijd zo te schrikken dat ik die zakdoek niet hoefde te gebruiken, want je moest altijd de bovenste eraf nemen. En die nam ik 's avonds mee naar bed en dan rook ik eraan. Ja, dit was dus de kamer van de gevrezen van de Hoek, de directeur van het internaat. Mijn ouders zijn hier vaak op bezoek geweest en dat ging allemaal ontzettend hartelijk. Mijn ouders dachten dat ik het hier heerlijk had. Dan was hier de eetkamer. Uitgang terras, daar trouwens ook, hè, waar je kon zitten. En dan had hij daar zijn slaapkamer. Hier stond een bureautje met paparazzen. En daar stond zijn bed, hij was vrijgezel. En door deze deur moest ik dan komen als ik straf had, 's avonds. En hier stond een kast met een gordijn ervoor. En onder in die kast stond een hele rij slippers. En dan mocht ik zelf uitkiezen met welke slipper ik geslagen wilde worden. En het was ongeveer allemaal even erg, maar ik probeerde natuurlijk iedere keer een andere, denkend dat het minder pijn zou doen. Ik herinner me heel andere dingen dan andere mensen. Dat is eigenlijk hetzelfde probleem nog eens herhaald in de volwassen wereld. Dat wat ik mij van het verleden herinner, dat zijn meest
ja, hoe karakterloos de mensen waren en de gemeenigheden en de treurnissen. Terwijl andere mensen die onthouden andere dingen en die hebben een makkelijker leven, zeg ik. Garpu tidak boleh bunyi, garpu dan sendok jangan teng, setrap. Ya, ini setrap itu. Ya, hukum banyak. Hukum banyak. Wah, bagus, itu bagus sekali. Jadi semuanya disiplin. Oh, tidak ada orang mau main-main. Kalau waktu main-main boleh, ada satu setengah jam, ya jalan-jalan sini main pasir. Sini. Lain tidak. Tuan Pandeguk, dia tidak suka saya. Dia pukul, banyak pukul. Dia pukul, dia. Dia ada sepatu dua, yang merah, yang biru. Ah. Dia bilang, apa sepatu mau dipukuli? dia banyak-banyak. Kalau sudah tidur anak-anak, sepatu tidak ada bunyi dia. Tengok. Kalau ada yang bangun, waktu pura-pura tidur. Kalau saya masuk, saya periksa. Itu? Pohon itu ya. Pohon ini? Ya, pohon ini. Di sini saya. Iya. Ada meja besar. Sekarang kita... Sekarang ini duduk meja besar. Asal pukul 4, sana di atas sana. Kita terus turun. Hari Minggu makan di sini. Makan, ya. Tapi itu Van den Hoek, saya ingat. Saya ingat, ini dia. Yang dulu gimana saya dia? Mata sudah rusak. Van den Hoek? Bukan dia? Bukan dia. Dia duduk sini, ini dia. Itu dia? Ya. Tuan penduduk itu kejam tapi baik. Kalau dia, apa itu, ulang tahun dia. Ya. Kasih kue. Datang Sinterklas, kasih kue. Ada baik. Tapi buat kerja, kejam. Jadi semua disiplin kalau waktu dia ada. Nah, takut. Ya, sama anak-anak dia kejam sekali. Ya, kejam, Pak. Sama Anda juga? Ya. Anda juga takut dia? Takut, tapi karena saya sering berdampingan dengan Purminis, saya jarang. Tapi yang lain, apa? Apa kui? Ada meminis saja. Dia malaikat, ya. Sudah, tapi meminis sudah pergi. Ya, tapi sama... Meminis takut sama dia. Kalau lewat Tuan Pandehuk, dia mesti bilang, hati-hati, ada Tuan. Dia mesti bilang begitu. Jadi kita pun diam. Kalau cakap-cakap sama dia lagi di gudang, datang, hati-hati, ada Tuan. Voel je toen buitenbeentje? Totaal, ja. Dat moet toch van invloed zijn op hoe je later wordt? Ja, het is natuurlijk niet bevorderlijk voor je karakter, want je denkt dat je een soort prins bent die verzet geraakt is tussen mensenapen. Dat gevoel had ik al heel vroeg. Maar dus daar word je niet nederiger van. En dat heeft mijn karakter vermoedelijk slecht beïnvloed. In je geschriften erover vergelijk je de internaten met de interneringskampen. Waarom doe je dat? Omdat het sterk aan elkaar deed denken. Het Italiaanse kamp was een soort internaat voor volwassenen. En toen konden ze zelf eens meemaken hoe leuk dat is. Ook alles verboden. Vaak zonder enige reden. Dus de esprit is dezelfde. Maar dat is mij niet in dank afgenomen dat ik dat met elkaar vergeleken heb. Want toen het
de mensen zelf overkwam, was dat zo verschrikkelijke heiligschennis. Daar zijn ze nog niet overheen. Maar vind je het wel een gepaste vergelijking? Het is een opvallend juiste vergelijking in mijn gevoel. Het zijn dezelfde dingen die niet mochten. Dezelfde dingen waar je... dat arbitraire. Het verbieden van dingen om de overtreding te bestraffen. Dat zat er allebei in. En geslagen worden als je iets niet precies goed deed. En het niet begrijpen waarom van alles niet mocht. Dus de ergheid ervan is natuurlijk heel wat anders, maar het zat, de structuur ervan was zeer vergelijkbaar, het was eigenlijk precies zo. Maar je gaat nog verder, want je zegt, als ik die twee met elkaar vergelijk, verkies ik het interneringskamp. Nou, dat is een beetje een boutade natuurlijk, maar zo heb ik het wel ervaren in het eerste jaar van de internering. Het was een bevrijding. Maar het eerste jaar van de internering was ook niet zo rampzalig. Maar. En dat kwam later. Nee, in alle ernst kun je dat natuurlijk niet zeggen. Het is een pesterij. De grootste ellende van de kinderjaren is dat ze zo lang duren. Ik hoef mijn ogen maar dicht te doen en het komt allemaal terug. De uren die voorbij kruipen, de dag die maar niet omkomt. Als een bord koud geworden eten dat leeg moet. Het internaat vol onbewegelijke schaduwen. De herinnering is levenslang. Ik hoop al jaren dat ik een keer 's morgens wakker word en het allemaal vergeten ben. Eens en vooral weg met die eeuwige jeugdherinneringen die een zo onevenredig grote plaats innemen in het geheugen. En als geen andere van invloed zijn op latere gemoedstoestanden. Weg, vergeten, geamputeerd uit de herinnering. Maar het is iets als het afleren van fietsen. Er is geen methode voor. Voor het eerst door een meisje gezoend, afspraak gemaakt in de eetzaal. En ze gaf ze een wenk in het zwembad, dus het zwembad van het Grand Hotel Bastaghi. En zo konden wij ons op een zondag ongemerkt afzonderen. En ik stond daarin en had de deur dus niet vergrendeld. En daar was ze ineens in haar badpakje. En ze gaf mij een zoen. En ik weet niet eens zeker of ik wel een zoen teruggegeven heb. Ik was ontzettend bang en verlegen. Dus ik stormde als een paard uit een brandende stal weer eruit. Ja, het interieur is ook wel veranderd hoor. Er is nu een mandibakje en een hurkrozet. Dat was toen niet zo. Op de muren staan een aantal woorden in het Indonesisch die ik maar niet zal uitspreken, maar die wel iets te maken hadden met wat mij in mijn herinneringen nog vaak bezield heeft als ik aan dit ogenblik terugdacht. Thank you.
Basteri internaat was, hoewel er misschien objectief minder gemapt werd dan in Siantar, maar het was killer, treuriger, hopelozer. En de factoren die daarbij een rol speelden waren in de eerste plaats, denk ik, de christelijke godsdienst. En ten tweede ook het klimaat. Het regende altijd, het miezerde motten en je had het koud. En ik zat liever op de laagvlakte. Maar wat het internaat zelf betreft, ja, het was een instituut in mijn gevoel geleid door twee krankzinnigen. Mensen die vol zaten met christelijke ideeën over de opvoeding van het Europese kind in Nederlands-Indië. En dat, dat was belachelijk. Het was, vooral de vrouw van dat echtpaar die ik beschreven heb als La Mère Ubu, die was van een schijnheiligheid zoals je nu niet meer geloven kunt. En vervuld van een parmantige arrogantie, je kunt het je niet indenken. In het algemeen, je mocht niet praten, je moest op je tenen lopen. Alles gebeurde op commando tot en met het wassen toe. Er was een hele reeks van lichaamsdelen die opgenoemd werden. En die moest je dan op dat moment wassen. Niet dat dat een drama is, maar het geeft een idee van hoe gereglementeerd alles was. Wat ik achteraf als afschuwelijk ervaar is de scheiding van de geslachten. Je mocht absoluut niet met meisjes spreken of ze van dichtbij bekijken. Je zat alleen op school, was het gemengd, en in de eetzaal en in het zwembad. Maar verder was er een strenge segregatie. Maar ja, het is moeilijk om precies een indruk te geven van die sinistere, christelijke grauwsluier die over alles lag. Met een voortdurend gevoel van hopeloosheid. Had je veel vriendjes? 1 of 2. Ik had er weinig en ik werd gepest. Men had het land aan mij omdat ik, ja, altijd las en de beste van de klas was en zulke dingen meer. En dat, dat beschouwt men dan als een misplaatst soort ijver. Hè? Alsof ik dat deed om in het gevlei te komen, terwijl ik dat nou juist precies niet was. Dat, Je had ook een bijnaam, hè? Moet dat ook nog? IWA, ik weet alles. ik denk dat het tamelijk onuitstaanbaar geweest moest zijn, want ik wist inderdaad altijd alles beter. En nu niet meer. Dus ik ben echt tot 1 keer gekomen. En toen kwam de oorlog, die alles heeft veranderd. De voorraad gouden dagen was opgebruikt. De rollen werden verwisseld, de rekening vereffend. In veewagons reden we kriskras door onze vroegere kolonie. Over de spoorbruggen,
door de rubberbossen en langs de stations van vroeger. De oude beelden raakten verbonden aan nieuwe en heel anders gekleurde herinneringen. En het eind was de aftocht. Over de ene wereld, die heeft meer op de Batavia al 15,48 meter, met een dagelijks kortnieuws uit Nederland-Indië. In de afgelopen nacht, zoals deze in een afzonderlijk bericht werd gemeld, de vijand van aanval van Java in te zetten. De vijand met een boekenrijke land in Noordwest-Bampang, en in de bos ten westen van Ezra Mayo, terwijl voort een sterke landingsboot een landing aanving in de namiddag. Over een breedgrond van het kustgedeelte, circa 30 kilometer ten oosten van Lampak. De landing in het Bantamse werd bestreden door geallieerde zeestrijdkrachten. Bij die gelegenheid geraakte een Nederlandse torpedobootjager in gevecht met twee Japanse kruisers. Het Nederlandse oorlogsschip dat tot het einde toe vermoed doorvloog tegen de onmachtige vijand. Ik herinner me hoe we op transport gingen van Brastagi naar het mannenkamp Sumisenko op open vrachtwagens. Ik herinner me hoe een Japanse militair van zijn paard viel waar we bij stonden, waarop hij ons één voor één heeft afgeranseld. Ik herinner me hoe sommige Japanse kampcommandanten de geïnterneerden wilden dwingen hun bezittingen met elkaar te delen, maar dat is nooit gelukt. Ik herinner me hoe dokter P. scheef werd aangekeken omdat hij Japans kende. Ik herinner me dat bij de begrafenis van sommige kampgenoten het graf vol water stond. De plons en het borrelen bij het neerlaten van de kist. Mannen in het interneringskamp, klaag niet, het leven is geen ramp. Slikken en stevig pikken, dat houdt je corpus gezond en vol rond. En een vrolijk deuntje zingen, dat houdt de moed erin. Kniezen heeft niet de minste zin. Een gat in mijn geheugen. Ik weet niet meer hoe de laatste regels waren. Ik moet hier zijn aangekomen begin 43. En we hebben hier gezeten tot oktober 44. Het was wel een plezierig kamp, eigenlijk. Ten eerste doordat ik het gezelschap van mijn vader had en voor mezelf alleen. En ten tweede omdat de omstandigheden hier nog niet zo slecht waren. Er werd natuurlijk wel stevig geklaagd. Al die dikke toeans die werden opeens... kregen die weer menselijke proporties. Veel van die mensen waren suikerziek. En dat was ineens over. Omdat ze geen bier meer kregen en niet zoveel meer eten konden. Maar dat was een betrekkelijk gezond kamp voor zulke mensen. Er waren corvées natuurlijk. Die meestal in een halve dag klaar waren. Schoonmaken, rijst, wannen, denk ik maar. Maar veel en zwaar was het niet. Er hoefde dus niet, zoals later in Singapore, buiten het kamp echt arbeid geleverd te worden. Was je gelukkig hier? Ja, absoluut. Ja. Hoe kwam je? Bevrijd van het internaat, verenigd met mijn vader. Geen ernstige omstandigheden, geen honger. Dat is eigenlijk de gelukkigste periode van mijn leven geweest. Ja, dat is een tempat masak di luar. Ya, di sini dapurnya. Ah, satu hari. Segerobak datang sama ubi kayu. Oh ya. Yeah. Itu dimasak dan kamp semuanya dapat hukum dari saudara Jepang. Dan ubi kayu itu mesti tunggu
satu hari, dua hari. Dan kalau hukum gak ada lagi, boleh makan, tapi sudah busuk sedikit. itu ubi kayunya dicampur sama gula jawa sedikit, nama apa itu? Getoh. Orang semua makan getoh itu yang sudah busuk. Dia jadi sakit-sakit sekali semuanya. Lari ke kamar kecil. Kalau umpama ini dulu dulu perban kamar. Apa ada dalam kamar ini saya tidak ingat. Oh, ini waktu itu bikin penjagaan orang kita Jepang. Oh ya, semuanya Jepang ya, sama anak buah. Semua rumah-rumah di muka ada orang Jepang. Waktu perang, Anda tinggal di mana? Waktu perang saya ngungsi. Ngungsi pinggir sungai Mencirim, terus sampai kampung kita Karo sana. Jauh dari sini. Tinggal di sini tidak boleh, bukan? Tinggal di sini takut, lantaran sekutu sama itu Gurkha datang kemarin masuk. Kalau umpama... Saya ingat sekarang ada orang Kling yang jaga di sini. Oh iya, memang di sini itu kawan orang Jepang itu. Itu sebagai yang jaga interniran orang kita Kling. Sama-sama dia orang Kling. Tapi dia pandai bahasa Inggris. Wat de beschrijvingen van de Japanse periode in Nederlands-Indië meestal bederft, is dat de gebeurtenissen zijn vervangen door hun interpretaties, een aantal vaste clichés. Daardoor komt het ook dat zoveel mensen niet kunnen waarnemen. Ze zien niets, merken niets op dat niet in het systeem past waarmee hun wereldbeeld sluitend wordt gemaakt. Ze zien alleen wat anderen ook al hebben gezien, wat iedereen ziet. Dat mechanisme stelt zo nodig in staat iets te beschrijven dat er niet was en iets dat er wel was weg te laten. De Japanse bezetting is voor de Indonesiërs natuurlijk een ramp geweest. Behalve in één opzicht dat ze er hun vrijheid aan te danken hebben. Maar de Japanners slaagden erin om een zeer welvarend land als Nederlands-Indië in minder dan 2 jaar economisch totaal te verruineren. En de grootste slachtoffers daarvan waren natuurlijk de bevolking, niet de Japanners zelf. Die zorgden wel voor zichzelf. Maar de bevolking hebben ze op alle mogelijke manieren misbruikt. Vrouwen in enorme aantallen en de mannen werden geronseld als romusha, wat dan vrijwilliger betekent. Maar het was absoluut niet vrijwillig. En die mensen stierven als ratten. Japanners hadden zich in het hoofd gehaald om ten eerste natuurlijk die Burma-spoorverbinding. Maar zoiets hebben ze hier ook proberen te doen, van Muara naar Pakambaru. Dat is ruim 200 kilometer door het diepste oerwoud en door de bergen van Sumatra. En daar zijn ruim 20.000 Indonesiërs bij omgekomen. En ook een paar honderd Europese krijgsgevangenen. En die spoorweg was net klaar toen Japan capituleerde. En die trein heeft nooit gelopen. Nog stukken erger was een spoorlijn die de Japanners hebben aangelegd in Bantam. En daar kwamen geen Europeanen aan te pas. Dat zijn uitsluitend Indonesiërs voor gebruikt, die ook massaal zijn omgekomen. Maar doordat er geen Europeanen bij betrokken waren, is dat totaal in het vergeetboek geraakt. En het
dat is eigenlijk een van de zwartste bladzijden van het Japanse bewind. Ja. Geen weet hebben van het verleden. Dat was de onschuld waar we als kind in leefden. Soms lijkt het wel alsof het iets is dat bij dit land hoort. Of de mensen hier van nature leven zonder een gedachte aan wat geweest is. Geen wrok, geen grieven, geen herinnering aan verdriet. Dat is het paradijs waaruit wij verjaagd zijn. En een weg terug is er niet. In oktober is het precies 50 jaar geleden dat ik hier aankwam. En de reden, voor zover je dat kunt achterhalen, is dat de Japanners duidelijk alle Europeanen uit het beeld van het dagelijks leven weg wilden hebben. Dus dit was ongeveer zo ver weg als ze maar krijgen konden. Het eindpunt van de spoorlijn. En vandaar moesten we nog een heel eind lopen. En dan de rivier over en dan nog een eind lopen. En daar stond midden in de jungle, stonden die 8, 9 loodsen. En daar kwamen we dus in te wonen. Je was hier samen met je vader. Hoe hield jouw vader hier zich? Ja, heel goed. Hij heeft 1 keer zwaar dysenterie gehad. En toen was hij zo zwak dat hij niet meer lopen kon. En dan droeg ik hem naar de latrines op mijn rug. Het bangst ben ik geweest natuurlijk dat mijn vader eraan zou gaan. Maar verder eigenlijk niet. Je nam het aan zoals het was. Lobang airman en ampalagi kuburan niet. Lobang-lobang itu dari kuburan. Ini, ya. Ini lah lobang-lobang. Ini kan lobang ini. Itu lobang. Yeah. Itu. So. Itu. Ini lobang juga. Saya heran. Di graven moeten wel echt zijn. Maar die heb ik toen nooit zo gezien, die waren lang zo diep niet. En er waren er zo'n 130.
Dus, In hoe korte tijd zijn die mensen overleden? In minder dan een jaar tijd op 2000 mensen. Wat. En waarover? Het ging toen ontzettend hard. Als die oorlog nog langer geduurd had, als er geen atoombom was geweest, dan zou ik hier niet staan. Waar overleden ze aan? De meeste dysenterie of een combinatie van dysenterie en malaria. En als je nagaat dat toen de bevrijding kwam, bleek dat de Japanners loodsen vol quinine hadden. Nederlands-Indië was immers een producent van quinine. Maar die waren allemaal gereserveerd voor het Japanse leger. Dat is nou een voorbeeld van iets wat je zo ontzettend kwalijk kunt nemen. Dat ze dat. Er was een ander geneesmiddel tegen dysenterie, dat heet Dagenan. Dat was een van de eerste sulfapreparaten net voor de oorlog. Frans preparaat. En er waren mensen die dat hadden. Ik kende iemand die had er een stopfles vol van. En dat verkocht hij tegen krankzinnige woekerprijzen. Die meestal niet uit geld bestonden, maar uit tabak en voedsel. En schuldbekentenissen voor na de oorlog. Dan kreeg je één pil. Als je één Dagenan-pil kon krijgen, of zelfs maar een halve, dan kwam je er wel door. Maar zonder dat, en in combinatie met malaria, was je opgeschreven. Ik herinner me de dingen die iedereen vergeten wil. Er was een vader en een zoon. En die zoon werd ziek en lag op sterven. En die vader wilde helemaal niet in de buurt komen. Want hij was bang dat hij het zelf zou krijgen. Dus die jongen is toen gestorven zonder dat zijn vader erbij was. Dat zijn dingen die ik me herinner. En het feit dat de mensen van elkaar stalen. Dat doden bestolen werden. Zulke dingen. En dat kan ik je vertellen, daar hebben ze het niet over op de reunieën die ex-kampbewoners ieder jaar organiseren. En waar ze blijkbaar met grote voldoening terugkijken op de gezellige oude tijd. Ik heb daar geen behoefte aan. Heb je er iets aan overgehouden, aan die tijd hier aan het kamp? Nou, ja. Het Oost-Indisch kampsyndroom heb ik eraan overgehouden. 30.000 exemplaren verkocht. Maar mijn Oost-Indisch kampsyndroom is misschien dat ik probeer om de zaken eerlijk en helder te zien en te achterhalen wat er precies gebeurd is. En dat heeft mij zeer veel vijanden opgeleverd. Want de meeste ex-repatrieerden, die zijn een soort conctie van leugenaars. Die van elkaar weten dat ze liegen. En dat verbergen. Dus als iemand dan uit de school klapt, dan bevuil je het eigen nest en ben je een verrader en zulke dingen meer. Maar wat liegen ze dan? Ja, dat zwaar mishandeld werden aan de lopende band. Dat hier een soort place de la concorde van onthoofdingen was. En zulke dingen meer. Dat is eenvoudig niet waar. Wij hadden het beroerd. We zijn ongetwijfeld slecht behandeld. Maar de Indonesiërs werden nog slechter behandeld. En de Chinezen nog veel slechter. Er zijn heel wat Chinezen voor ons doodgegaan in die tijd. Die moeite deden om ons te helpen en post te smokkelen en zulke dingen meer. Dus ja,
Wij moesten ineens, we daalden ineens af naar het levensniveau van de bevolking. En dat was geen pleziertje, maar die bevolking die leefde lang zo. Het was een gelegenheid om eens te zien hoe dat nou was. Maar zo hebben de meeste mensen het niet opgevat. Het ding dat ik doe, als je dit aan orang leert, apa orang lain dapat sedikit lebih. Ya, mara. Itu orang pun di dalam lagi. Sini tilam-tilam dan koper-koper sudah siap. De toestanden in het kamp waren evenals elders ontzettend slecht. Het voedsel was schaars en het werk zwaar. De bevrijding wordt dan ook in dit kamp met groot enthousiasme begroet. Per auto worden de ex-gevangenen naar de kust gebracht, waar ze aan boord gaan van Nederlandse en Engelse schepen die hen naar het vaderland of naar Australië brengen. Aan boord zorgt de bemanning dat vooral de jeugd de nodige afleiding heeft. Wat is nostalgie? Iets anders dan heimwee. Het is heimwee naar iets dat er niet meer is. Het treurigste gevoel dat ik ken. De weg weten in een huis dat niet meer bestaat. Nostalgie is iets waarop in het modieuze Nederlandse wereldje nogal wordt neergekeken. Niet lang geleden maakte iemand de behulpzame opmerking dat het iets is waar niemand iets aan heeft. Helaas, dat is waar. Het geldt voor alle schoonheidservaringen. Voor poëzie en kunst en alle andere gevoelens die te maken hebben met het voorbijgaan van de tijd. Wat zijn de dingen hier in Indonesië die het sterkst bij jou je verleden weer oproepen? Ja, dat wisselt enorm. Dat zijn kleinigheden. Een geur, een geluid. Zodra je in het visuele terechtkomt, dan gaat dan een rol spelen wat ik wel eens beschreven heb als het is alsof je het decor ziet, maar je kunt er niet meer in. Het decor is intussen ook alweer aardig gesleten en smerig geworden. Indonesië is enorm veranderd. Maar dat alles hangt samen misschien met een persoonlijk probleem dat ik heb, dat ik wel eens beschreven heb, dat het is alsof mijn herinneringen mij verteld zijn. Heel nauwkeurig verteld, ik weet ze dus precies. Ik ben er alleen niet bij geweest. Het gevoel dat ik erin zat, ontbreekt. Deel van mijn organisme is geweldig snang en ik stop mezelf vol met vruchten en zoetigheid. En een ander deel loopt geblinddoekt rond. Of ik nog eens terug wil, weet ik eigenlijk niet. Het is zo anders en zo vreemd geworden. Het is ook heel goed mogelijk dat die ongelooflijk bevoorrechte positie die je vroeger had, dat je daar stiekem net terug verlangt. En ondanks alle morele bezwaren die dat oplevert, dat toch doorknaagt. Dat is het paradoxale van de positie waar je hierin bent. Ik tenminste, iemand die
over het verleden heeft nagedacht en tot de conclusie is gekomen dat dat een toestand was die eigenlijk niet had mogen bestaan. Maar ondertussen was ik er toch maar en ik stelde mij die vraag als kind natuurlijk absoluut niet. Dus daar verlang je toch naar terug, wat ik wel eens genoemd heb, de onschuld van een koloniale jeugd. En het ontbreken van ieder voorbehoud waarmee je de liefde van de mensen aanvaarden kon. Dat kan nu niet meer. Het land waar je bent opgegroeid en waar je hebt leren voelen, niet beter, niet slechter, maar anders, dat bestaat helemaal niet. Want dat land is imaginair. Je kunt wel proberen erheen te gaan en het terug te zien, maar het is niets dan een maquette. Een grote, stoffige reconstructie van iets dat alleen in je hoofd bestaat, maar waar je nooit eerder bent geweest. Hitler selbst besichtigte an seinem Geburtstag neue Panzer. Hatte er noch Hoffnungen? Jedenfalls gab er sich so. In seiner 51. und letzten Weisung hatte er angeordnet, den Schwerpunkt des Krieges von Osten wieder in den Westen zu verlegen. Hitler hoffte, dass die erwartete alliierte Invasion im Westen unter allen Umständen abgewehrt werden könnte. Votre voix dans son caressant, qu'il est murmurant, frémissant, me berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Pensez-moi, amour, redites-moi des choses. Sumatra. Het bestaat nog als een onzichtbare dimensie achter het leven van elke dag. De herinnering van een kerstboom aan zijn wortels. Het is er nog wel, maar ik hoor er niet meer bij. Dit was het speelterrein voor Indische kinderen. Daar heb ik uren doorgebracht met allerlei spelletjes. Mierenleeuwen pesten, dat is het gaatje van een mierenleeuw. En dat was dan vooral wanneer mijn ouders rustten 's middags. Dan was het ontzettend stil. En dan zat je hier in de schaduw. Betrekkelijk koel. Dan hoorde je wel eens voetstappen boven je. En dat was een ontzettend vredig gevoel.
Dat, wat ik me speciaal met liefde herinner is de voetstappen van de baboe die liep op blote voeten. Oh, en hier lag een tikka bovenop, een gevlochten mat. Alle kamers hadden gevlochten mat. En dan hoorde je dat zachte geluid van die blote voeten op de tikka. En dan dacht je, nou, de wereld kan niet stuk.